Een goede middag, morgen, avond, wanneer deze video kijkt. Maar leuk dat je kijkt naar deze video. Het is de tweede video van 2022. En dat betekent dat we dus nog maar aan het begin van 2022 zitten. In deze video gaan we terugblikken op vorig jaar. Dus 2021, wat alweer een poosje achter ons ligt. Het is bij mij nu 4 januari. Dus het ligt al een poosje achter ons. Maar we hebben natuurlijk ook weer 2022. En die zit natuurlijk nog een poosje voor ons. Zit een beetje, ja, zit al wel in 2022. Maar ik heb een paar doelen voor 2022. En ik ga even terugkijken naar 2021. Dus welkom bij de recap, zeg je dat zo, van 2021. En mijn doelen voor 2022. Let's go. Laten we beginnen met mijn recap van 2021. Ik heb een paar dingetjes genoemd en daar ga ik even voor beantwoorden. Laten we beginnen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nee, dat kan niet eens. Jij zit hier vast. Dus ik zie gewoon eigenlijk het vast. Ja, ik heb veel minder. Ik heb 540. Jij zit altijd zo. Maar een broodje met komkommer en hagelslag. Doe dan. Oh, nee, kut. Ik ga niet op elke video antwoorden, maar wel op deze video. Dat Julian zo met dat vuurtje zo, dat servetje aanstak. Ik was een beetje aan het vertellen over mijn brood en wat erop zat. En opeens doet Julian pakt zo'n servetje en die houdt zo'n aansteek. En ik zeg, ja, doe dan, doe dan. En hij doet het. Ik denk, nou ja, het ging gelukkig goed. Gelijk zo. Die middag daarna kwam er ook opeens sneeuw. Dus ook superleuk. Maar hij deed het dus gewoon en er kwam een vlam. Hij is snel zo. Oh ja, jong leren. We moesten jong leren voor school. In een week moesten we leren jong leren. En toen dacht ik, nou, maak ik een YouTube video over. Nou, zoals je ziet, daar ging niet helemaal. Klusteam. Oh, wat fantastisch. Oh, ik denk dat het een beetje laag. Maar het klusteam. Ja, we moeten echt weer verder. We waren zo'n. We gingen zo een hut bouwen. Ja, superleuk. Ik moet even weer kijken wanneer we dat weer gaan doen. Dat, we moeten volgens mij alleen nog maar verven. Maar superleuk is dat. En toen lag er dus echt sneeuw. En ook heel veel. En ik ging zo. Het was zo 's ochtends. De elektriciteit was uitgevallen. En toen kwam opeens Lisa aan de deur zo, klop, klop. Wil je mee iets van sneeuw bouwen? Nou, ik werd de hele dag bleven. En uiteindelijk van die, oh, maar hij zit ook lekker. Van die berg sneeuw afgesleden. Superleuk. En die dag daarna, of op 2 dagen daarna volgens mij, konden we schaatsen. Ik hoor dat opa eraan komt. Moet je nu heel snel zijn. Ja, nu ben je te laat. Ja, en Tijmen. Ja, Tijmen die had een beetje te praten van, zullen we snoepjes bakken? Want ja, dat wou hij gewoon. En toen zei hij van, ja, zullen we doen, zullen we doen. En tegen die tijd dat ze het wouden doen, kwam opa weer binnen. Ook kwam Tijmen nog een keer logeren. En toen lag hij hier zo beneden. En toen moest ik bij hem liggen. We moesten natuurlijk wel lijken alsof ik ook ging slapen. Heb ik 50 minuten lang in mijn bed gelegen, totdat hij ging slapen. Eerst heb ik nog helemaal zo gelopen. Van naar het toilet. En toen kwam hij achter me aan. Dus ik denk, nee. Oh, het zou wel mooi zijn als Tijmen dit eigenlijk wel ziet. Ziet hij zo en dan denkt hij, hè? Ja, dat is wel oerhoop. Dus als jullie honger hebben, eten zo mensen. Oh ja, Elise die zei zo van, oh fantastisch. Het was echt zo van, we hadden Elise opgehaald, want dat was mijn moeders verjaardag. We zaten toen in lockdown, dus ik had online les. En toen gingen we zo eerst lunchen en gingen we daarna Elise ophalen voor mama's verjaardag. We hebben helemaal een rondrit gemaakt overal heen. Uiteindelijk kwamen we bij een biologische winkel. En zij stonden we voor de varkens en zei Elise dit. Als je honger hebben, eten ook mensen. Ja, en verstoor je als Tijmen de zoeker is, is ook best lastig. Deze video zien jullie dat Tijmen zo aan het zoeken is. Zo. Aan het zoeken. En hij kan hem niet vinden. Nou, weet je waar hij zit? In de bosjes daarachter, dat zag je ook. Echt heel lang gezocht, uiteindelijk heeft volgens mij jullie gewoon aan het zeggen, kiekeboe, hier ben ik. Nou, jij moet het nog vinden, wij hebben hem al gevonden.
hij is nog hier eigenlijk niet uitgekomen. En de vakantie. We gingen gewoon naar Monaco. Dat was zo cool. We hadden het hele circuit afgelopen. We hadden eerst Elise weggebracht. Die dag ervoor in Nice. Toen had ik daar in de zee gezongen nog. Dat was echt. Deze vakantie was top. Ook al met corona. Het kwam wel goed. We hadden nog een beetje stress of het met corona kon. Maar uiteindelijk was het helemaal goed. Ik weet niet. Hier is het. Ja, toen gingen we een paar, weet ik niet hoe wanneer, hoeveel later. Maar toen gingen we dus met Cecile en Ise, gingen allemaal haarstylen bij me. Proberen eerst zo starten op mijn kop met echt 20 elastiekjes eromheen. En daarna echt 32 vleegjes of zo. Super cool, kan ik echt naartoe geven en denk ik, och. Wow. En dan ga ik het laten zien aan de rest. Dit is echt ongelooflijk. Dit is echt ongekend. We zijn er. En rondje zand fietsen in 3 dagen samen met mijn moeder. Mijn moeder en ik gaan altijd samen iets doen. Iets leuks doen. Fietsen of zo. En dus nu gingen we rondje zand fietsen. Nou, was helemaal top. Zaterdag hadden we 2 keer gedaan omdat er iets tussen kwam. Maar ja, het was helemaal top. We hadden ook nog een ernstig ongeluk gezien. Maar ja, het was echt een weekend om niet te vergeten. Wat iets? Het is de bedoeling dat je roze gaat. Nee, skinnetten. En toen kwam een beetje het gedeelte met Jasmijn. Want eerst ging ik schieleren samen met Jasmijn. En nou ja, ging helemaal top. Of niet helemaal. Uiteindelijk was ik een paar keer gevallen. Maar uiteindelijk dacht ik van, ik kan het wel een klein beetje niet heel goed. Ik ben echt geen professional. Nou, geschieleerd. En daarna ging met Jasmijn 2 dagen trainen. Echt, ik zou eerst zelf in mijn eentje 2 dagen gaan trainen. Maar toen zei Jasmijn, jongen, laat ik meegaan. Het was zo gezellig. 2 dagen hadden geslapen met mijn oma en tante. Was ook super gezellig. Ik had laatst nog een tekening gekregen van mijn neefje. Van, hey, en die vrienden, ja... Dit is wel echt top. Echt, ik zie ze niet zo vaak, maar als ik ze dan zie, super gezellig. Nu, station Arnhem Centraal. Dag, weet je dat ook weer? We zijn op Arnhem Centraal. Het zit er al in. Nee, dat meen je toch niet? Jawel. Nee. Ik zie niks. Ik zie niet hier staan. Oh ja, dat ik mijn haar ging verven met Annemijn. Oh nee, dat was ook echt... Het bleef er helemaal niet lang in zitten, maar dat was wel echt leuk, maar ja. Toen had ik hier die voorste plukjes zo geverfd. Uiteindelijk had ik het volgens mij de volgende dag nog gezien. En toen ging ik douchen, toen was het er alweer uit. Nou ja, super leuk. Ja, kerst. Wat kan ik daar eigenlijk over zeggen? Niet zoveel. Dat is gewoon super leuke kerst weer. Samen met de eerste dag met Open Oma brunchen. En de tweede dag met Open Oma. En met de ouders van Jordi en Tigo. En Jordi en Tigo zo. Dat was ook wel echt top. En toen was het opeens 2022. En ik was een beetje aan het kijken. Want ik was natuurlijk die video. En dan was ik aan het aftellen. En ik zie dus al eerst als ik aan het vloggen ben. Yo! 3, 2, 1. Hey! En dus niet zeggen happy nieuw jaar of gelukkig nieuw jaar. Maar eerst heel in het juichen ben. Kan ik achter. Superleuk. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello! En dan is het nu tijd voor het tweede deel van de video. We gaan verder met de doelen. Voor 2022. De doelen voor 2022. Ja, ik heb verschillende onderdelen die ik opgeschreven. Laten we beginnen met mijn YouTube. Wat wil ik met mijn YouTube bereiken? Nou, ik heb een beetje gekeken. Ik had voor dit jaar 303 video's. En ik ga dit jaar 2 video's per week doen. Dus 52 keer 2 is 104. Dus ongeveer 104 video's erbij. En dan kom ik uit op 407 video's aan het eind van het jaar. Nou, ik ben benieuwd. Zou ik dat redden? Ook met YouTube wil ik bereiken 300 abonnees. Ik heb nu volgens mij 131. Ik ga even hier kijken. Ik heb nu 133 abonnees. Is niet zo heel veel, maar ik wil er wel gewoon 200 van maken. Weet je, je moet ook dingen doen waarvan je denkt, misschien lukt het wel. Ook heb ik in totaal op mijn YouTube kanaal 14.235 weergaven. Zullen we gewoon dit jaar naar 16.500. Ik had het een beetje uitgerekend. Ik zit hier ongeveer 1,5 jaar. Dus laten we zeggen 7000 weergaven per jaar. Dus dat dan door gedeeld door 3. Want ik doe dit jaar misschien wel ongeveer 1 gedeeld door 3 video's. Kom je uit op 2500. Nou, laten we dat gewoon even zeggen. Dan zou ik eigenlijk op 16.735 komen. Maar ja, weet je, dat maakt er niet uit. Nou ja, dat is mijn YouTube kanaal. Wat ik bij mijn YouTube kanaal wil bereiken. Tadaa! En dan een beetje nog meer social media. Ik had eerst TikTok opgeschreven, maar ja. Ik doe niet zoveel met TikTok. Ik vind ook niet, ja, af en toe een video maken vind ik interessant. Maar ik heb niet het gevoel van zoveel volgers of zoveel likes moet ik bij TikTok hebben. Oh, ik kan nog wel bij YouTube. Nou, laat ik eerst nog even 1 ding bij YouTube zeggen. Ik wil een nieuwe best bekeken video. Want nu is mijn best bekeken video. Laat me eventjes zoeken, upload. Zo
die op populair is, is hoeveel berichten heb ik gekregen terwijl ik aan het zwemmen was. Dat is 636 keer bekeken. Zullen we dat omhoog kunnen krijgen naar een nieuwe video? Ik ben benieuwd. Dan mijn Instagram. Laten we het daar even over hebben. Ik heb op dit moment 419 volgers op Instagram. Ik denk, weet je, zullen we kijken of we bijvoorbeeld 500 volgers aan het eind van het jaar hebben. Zou het op zijn. En dan met sporten, want ik wil graag dat corona weggaat. Op dit moment heb ik het doorgekregen dat ik vanaf volgende week 10 januari weer kan sporten. Helemaal top is dat. Maar ik wil ook een beetje voor mezelf en daar doe ik hardlopen. En ik heb gezegd, ik wil 52 hardloopactiviteiten hebben gedaan. Kort gezegd betekent dat dus dat ik elke week moet gaan hardlopen of een week twee keer. Maar ik heb deze week niet hard gelopen. Dus ja, je moet ook keren hebben dat het misschien ongeveer lukt. We zullen zien. En dan school. Even nog één onderwerp, school. Want wat wil ik met school? Ik zit nu in twee ateneeën met een gemiddelde van 6,8. Nou, ik zou graag een 3 ateneeën willen als het lukt. En dan zou ik een gemiddelde van 6,5 willen staan aan op dit tijdstip. Dus dat is 0,3 lager. Maar je moet toch ongeveer iets hebben waarna je kan, dat het ook wel een beetje makkelijk is misschien. Of misschien is het wel heel lastig. Dat waren mijn doelen voor volgend jaar en mijn terugblik. Dat waren mijn doelen voor volgend jaar, of dit jaar. En mijn terugblik op 2021. Hopelijk vond je het leuk. Heb je zelf ook doelen? Probeer ze lekker uit te voeren. Of wil je ze me laten weten? Ga dan naar. Zet dan in mijn Instagram. Naam staat in de beschrijving. Ik had ook al zeggen Peppy Weertman 2008. Maar ja, ik vind het leuk dat je hebt gekeken. Ja, wat moet ik zeggen? Leuk dat je hebt gekeken. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao. Bello. De beste mensen nog.